Ja, goedemiddag, goedenavond aan de kijkers thuis en de luisteraars en aan onze collega's hier in de zaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De gebruikelijke persconferentie na de raadsvergadering is weer aan de orde. Wij zijn hier vandaag vertegenwoordigd ook met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, minister Prahlad Siudin en de minister van Justitie en Politie, de heer Amoksi, Kenneth Amoksi. Uiteraard, de selectie heeft plaatsgevonden op grond van actualiteiten die er zijn. We hebben uiteraard de landbouwbetoging gezien gisteren in Nikeri. We zullen daar mededeling over doen. En we hebben ook natuurlijk de voortgaande, maar minder wordende criminaliteit, maar toch nog een zorgpunt, ook voor de regering, die we aan de orde willen stellen. Van mijn kant uit, ik wil even erop wijzen dat ik vanwege een andere verplichting ook voor een klein half uurtje richting het paleis moet, vanwege een activiteit van de president daar. Ik ben beschikbaar voor vragen welke u mocht hebben op het stuk van buitenlands beleid. We zijn gisteren teruggekeerd van Grenada. Er zijn wat ontwikkelingen in de regio, maar ik laat het aan u over. Ik ga verder geen inleiding houden, maar ik geef graag het woord aan mijn collega's die dan verder misschien wel met de introductie willen komen. Dat is de heer Prahlad Siudin, zal als eerste aan de slag gaan en zal zeker praten over de besluiten die zijn genomen in de regeringsvergadering op het stuk van landbouw. Collega. Dank u wel, collega. Ook van mijn kant uit een hele goede avond aan de pers en de kijkers en luisteraars thuis. Vandaag hebben we op agenda gehad in de regeringsraadsvergadering de tegemoetkoming welke eerder beloofd was door de president, door de regering, aan de rijstboeren in Nikeri. Dit allemaal vanwege de schade die ze hadden geleden en die te maken hebben met de negatieve effecten van klimaatsverandering de afgelopen paar jaren. We hebben gemerkt in 2021 en 2022 die zware overstromingen. 2023, vorig jaar, een droogteperiode van 8 maanden lang. En daartussenin zit dan jouw seizoen en, om je gewas groot te brengen en te oogsten. Hoe ga je dan daarmee om? En het is allemaal niet zo prettig geweest voor de boeren zelf. Maar de boeren zijn ondernemers en die moeten doorgaan, die kunnen niet stoppen. Omdat alle kosten gewoon doorlopen van de bank, van arbeiders. Dus voor de geleden schade heeft toen de regering besloten om tenminste beloofd met een tegemoetkoming te komen. Vanaf april zijn we begonnen met de registratie van de boeren. Hun arealen opnemen, kijken wie waar bezig is. Want tegenwoordig is een tendens dat je niet alleen maar achter je huis bezig bent. Maar je ziet boeren op diverse locaties bezig zijn. Ze huren ook terreinen in van anderen. En die stoppen met de productie van rijst. Waardoor het een beetje door de hele versnippering iets langer heeft geduurd. Daarna ga je weer controleren met je team op het veld of alle gegevens wel kloppen. Daarna zijn er ter inzageleggingen geweest. Kortom. En we wilden een transparant systeem daar hebben. En vorige week, de laatste ter inzagelegging, is heel goed gegaan. Je zag nauwelijks klachten. En enige veranderingen die zijn binnengekomen waren veranderingen van bankrekeningen. Ik heb vervolgens afgelopen zaterdag een grote groep boeren ontvangen in Tenue-Nikeri. En die met allerlei vragen daar stonden van hoeveel gaat er vergoed worden en wanneer gaat die vergoeding komen of die tegemoetkoming. En ook vragen die te maken hadden met waterhuishouding en andere zaken. Wat nu al gezinspeeld op de paddyprijzen van komend seizoen, terwijl we net klaar zijn met de inzaai. Ik heb ze toen daar uitgelegd van, luister, laten we eerst kijken van naar belangrijkheid hoe groot de nood bij jullie is.
En de eerste groep die ermee kwam, die waren van, ja, de bank zit achter ons aan. We moeten nu, hebben we aanmaningen, we moeten versneld aflossen. Kunnen die gelden die welke ons beloofd zijn, niet rechtstreeks worden overgemaakt naar de bank? Ik zei, oké, prima, goed voorstel. Komen jullie vanaf maandag hier registreren? En we hebben daar, de registratie is al praktisch afgesloten. We hebben daar 5 gevallen gehad van boeren die urgent de bank moesten aflossen. Daarna zijn we doorgegaan. Boeren die voor hun gewasverzorging middelen nodig hadden, maar niet daarover konden beschikken. Die hebben ook gevraagd van help ons om tenminste de benodigdheden binnen te halen. Kunstmest, chemicaliën. Die hebben ook de kans geboden van komen die registreren vanaf maandag. En van de bijna 1700 boeren hebben ongeveer 250 boeren zich laten registreren bij LVV. We hebben hun arealen opgenomen en ook hun toegezegd van luister, wij garanderen dat qua gewasverzorging jullie niks mislopen dit seizoen. We gaan jullie ondersteunen als overheid. En vervolgens, na alle inventarisatie gepleegd te hebben, heb ik gisteren met collega Financiën gezeten. Natuurlijk moet je kijken naar de financiële ruimte, hoe de betaalbare stellingen moeten plaatsvinden. En uiteindelijk hebben we besloten van luister, we hebben een opsplitsing gemaakt. Er is een grens bepaald van 150 hectare. Boeren die tot 250 hectare, nee sorry, 150 hectare en aan landbewerking of grondbewerking hadden gedaan en of hadden ingezaaid, die zullen wij onder categorie brengen van de kleinere en middenstandsboeren. En de grotere boeren die meer dan 150 hectare hadden ingezaaid, die hebben we toen de grotere boeren genoemd. En calculaties wezen uit dat ging, in totaal ging het om ongeveer 30.000 hectare. En waarover we praten. En we hebben besloten samen met de president om een tegemoetkoming te geven van 2000 SAD per hectare. Waarmee dan het totale bedrag kwam op ongeveer 60 miljoen. We gaan nu starten met voorbereidingen richting de banken. Tenminste, een LVV gaat nu die 2 categorieën opsplitsen. En dan weer opsplitsen richting wie bij welk bank bankiert. Om dan per bank alles in orde te hebben. En we maken erop dat wij medio augustus zullen starten met de eerste overmakingen. Dus de stand van zaken tot nu toe. De tegemoetkoming aan de rijstboeren betreft. Ik moet hierbij laten. Vindt u het goed als we de presentatie ook van minister Juspol eerst krijgen, zodat u daarna vragen kunt stellen? Collega. Ja, goedenavond ook van mijn kant. Laat mij ook een bijdrage leveren met een introductie dus. De afgelopen, dus voordat ik op de situatie van de veiligheid inga, wil ik toch wel het een en ander aangeven dat ik de afgelopen 2 weken werkbezoeken heb afgelegd. Onder andere Frankrijk, noem ik Marseille, waar ik een rondleiding heb gehad bij Airbus helikopters. Zij hebben mij ontvangen in hun fabriek en assemblage daar zo. En uit de presentatie zijn er modellen gepresenteerd aan ons. Ik was in gezelschap van directeur operaties van het Korps Politie Suriname, Melvin Pinas. En de hoop is dat we misschien 2 helikopters zouden kunnen bestellen bij Airbus. Om vooral wat betreft de veiligheid in het binnenland meer armslag daar te hebben. Maar dat project moet nog uitgewerkt worden. En natuurlijk moet er ook financiering
daarvoor worden gezocht. Vervolgens heb ik van 10 tot en met 12 juli mensenrechtenbesprekingen bijgewoond in Zwitserland, Genève. En dan gaat het om de evaluatie van het landenrapport van Suriname in verband met onze verdragsverplichtingen inzake de International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Het is meer bekend als het BUPO-verdrag. En onderwerpen die daar zijn behandeld, onder andere oprichting van het Nationaal Mensenrechten Instituut. De persvrijheid is aan de orde gekomen, anticorruptiebeleid, behandeling van personen in detentie, migranten, vluchtelingen, trafficking in person, geboorten en stateloosheid, toegang tot justitie, functioneren van de rechterlijke macht. Maar hierover wil ik een aparte persconferentie wijden, zodat we kunnen praten over niet alleen over deze meeting, maar ook over het mensenrechtenbeleid, over het algemeen. Vervolgens heb ik Ghana aangedaan ook. En ik heb ook daar meetings gehad met onder andere de Copyright Office van ze. Vervolgens Botswana. Daar ben ik ontvangen geworden door de ministers van Defensie en Security en van Justitie. En er zijn bezoeken afgelegd aan hun prison services, gevangeniswezen. Hun anticorruptiecommissie, die al 30 jaar in functie is. En hun beleid daar begint echt vanaf de jeugd. Eigenlijk lagere school geven ze al training in anticorruptiebeleid. En verder naar alle categorieën en verschillende buurten. Ik heb ook een meeting gehad met hun Financial Intelligence Agency, FIU, onze counterpart. Bij hun valt het daar onder het ministerie van Financiën. En dan voor wat betreft de veiligheid. Een paar dagen terug heeft het Korps Suriname, de korpsleiding, heeft een uitgebreid persconferentie gehouden daarover. Maar dat ontslaat mij niet om ook aan te geven dat voor wat betreft de recente ontwikkelingen, ik mag aangeven dat het project Zero Tolerance wordt voorgezet. Niet zo lang terug is het ministerie ook gelukt om 11 voertuigen toe te wijzen aan het Korps Suriname. Ook 2 bussen, volgens mij 4 voertuigen aan KPA. En het is natuurlijk een druppel op een heel hete plaat. Maar we zouden zeggen, alle beetjes helpen. Ik kijk natuurlijk uit naar meer mogelijkheden om de mobiliteit van het Korps Suriname, maar ook de andere korpsen, om daarin wat verandering te brengen. Voor wat betreft veiligheid binnenland, we hebben de laatste tijd ook wat gruwelijke berovingen gehad, onder andere bij Villa Brazil. Daar wordt het onderzoek voortgezet. De focus voor de komende maanden om toch wel de veiligheid in het binnenland onder beheersbare, eigenlijk terug te dringen, is vaste posten op Stoelmanseiland, Guyaba. In de buurt van Guyaba zal er een politiepost komen. Sneezy Condre, daar wordt in samenwerking met Newmont, wordt dus een politiepost, politiebureau, dat ook andere diensten zal faciliteren, daar wordt opgezet. Kijken ook naar, er zijn ook plannen om bij het Stuurmeer ook de politie te huisvesten. Verder de bouw en modernisering van de controleposten. Klaaskreek, Stalkersijver, Pikin Saron. En ja, dat moet het zijn. Verder in Zuidoosten, Suriname,
bij Lawa Antino. Het leger was daar. Ze hebben zich teruggetrokken. En ik heb de toezegging van mijn collega van Defensie dat deze post dus zal worden overgedragen en ter beschikking gesteld zal worden van het College voor Suriname, zodat inderdaad daar ook een politiebureau kan worden gevestigd. Niet dat de politie daar aanwezig is, maar het zou goed zijn om een sterkere politie-eenheid daar te hebben. Voor wat betreft de surveillance, monitoren van activiteiten in het binnenland, is er ook een project begonnen met IDB, waarbij digitale surveillance gefaciliteerd zal worden. Dit project zal in samenwerking met Brazilië worden uitgevoerd. Ik wil het voorlopig hierbij laten. Aan de hand van uw vragen kan ik dan specifieker ingaan op issues die u naar voren brengt. Dank u wel. Goed, uiteraard de minister zal ingaan op vragen. En ook de problematiek wat we in de urbane gebieden hebben, in de stad zelf. De overvallen gedurende de dag. Het is enorm belangrijk dat we de veiligheid garanderen van de bevolking. In Paramaribo zijn er verschillende overvallen gepleegd de afgelopen dagen. Dat zijn zorgpunten die we hebben. En nog erbij overdag, zonder dat er enige verweer is of... die onveiligheid die dan toeneemt en het gevoel van onveiligheid kan niet worden getolereerd. We gaan nu naar de vragenronde. Ik heb al aangegeven dat ik over een kwartiertje weg moet. Dus als u vragen hebt voor betreft buitenlands beleid of voor betreft het ministerie van Buitenlandse Zaken, internationale business en internationale samenwerking, laat u me nu weten. Dan gaan we meteen erop in. Twee vragen van de waardetijd. Star Nieuws. Oké, kunnen we die eventjes dan aanhouden, want ik geloof dat zij een vraag, mevrouw Paulus had een vraag voor mij. En u ook. Dan doen we eerst, jongen, ik moet weg. Als u het goed vindt, Star Nieuws. Minister Ramdien, u bent geweest bij CARICOM. Is de situatie van Venezuela ook besproken in CARICOM-verband en hebben landen, wat is het standpunt van Suriname in deze, met betrekking tot de elections in Venezuela? Ja, dat is uiteraard een hele, hele actuele vraag. Terwijl we hier praten, vindt op dit moment een vergadering plaats van de permanente raad in een spoedzitting in Washington DC over de verkiezingen en de verkiezingsuitslag en allerlei claims en uitspraken die worden gedaan in Washington DC. Ambassadeur Schalkwijk is aanwezig en we hebben eigenlijk continu contact over hoe dat verloopt. Dus de ontmoeting is... nog gaande. Ten aanzien van onze ontmoeting in Grenada, uiteraard informeel is er veel gesproken over de ontwikkelingen in Venezuela en de gevolgen, de mogelijke gevolgen daarvan. Er zijn sommige landen die heel dichtbij zijn. Ook Curaçao, die recentelijk is toegelaten, is dichtbij. Aruba zeker. Dit zijn landen die onmiddellijk de effecten gaan merken. Er is in een meer formele zin is er tijdens de plenaire zitting niet gesproken over Venezuela. In de caucus, dus in de besloten vergadering van staatshoofden, is wel discussie geweest, maar vrij beperkt. De reden daarvoor is waarschijnlijk, het was toen nog zo vers en niet veel informatie was beschikbaar. Dus men kon zich niet uitgebreid uitlaten daarover. Het heeft ook ermee te maken dat binnen CARICOM er verschillende opvattingen zijn. En sommige landen hadden al op die dag zelf, maandagmiddag, dus één dag na de verkiezingen, reeds de huidige president, president Nicolas Maduro, gefeliciteerd met zijn overwinning. Sint Vincent en de Grenadines, Dominica,
en ook Antigua en Barbuda. Er zijn andere landen in het Caribisch gebied die zeggen van laten we even rustig afwachten wat de resultaten zijn. Maar ook gezien al die vragen die gesteld worden en de twijfels die er bestaan en die geuit worden of ze nou waar zijn of niet waar zijn is punt 2. Wordt gezegd we vragen de electorale commissie, de nationale electorale commissie in Venezuela om met meer gedetailleerde informatie tekst en uitleg te geven met betrekking tot wie de winnaar is, zodat het gesubstantieerd wordt. Dus niet alleen zeggen wie de winnaar is, maar ook aangeven op grond waarvan. En dat heeft nog niet plaatsgevonden. Die oproep wordt wel gedaan, sterker. In feite is dat ook ons standpunt op dit moment. In deze fase, we hebben ook geen bericht uitgestuurd naar Venezuela. Het kan best zijn dat dat gebeurt in de loop van de week, indien er meer duidelijkheid is. Wij sluiten ons ook aan bij die groep van landen die zegt van laten we een beetje meer duidelijkheid krijgen, omdat er zoveel uitspraken worden gedaan over de eerlijkheid van het verloop van deze verkiezingen, de telling, dat het andersom ligt. Het zou goed zijn als die informatie op tafel wordt gezet en dat we dus daar heel transparant over kunnen vernemen. Een aantal andere landen in het Caribisch gebied, in Zuid-Amerika denken er ook zo over. Dus wij wachten even af wat de resultaten zullen zijn van die informatievoorziening. We maken ons wel zorgen om het feit dat sommige waarnemersmissies zich erg negatief hebben uitgelaten over de verkiezingen. De Carter Center met name. En ook die informatie moet je tot je nemen natuurlijk. En daar serieus mee omgaan. Zij waren ter plaatse aanwezig, wij niet. Dus wij zijn bezig alle informatie te verzamelen. Daar op een juiste wijze naar te kijken. Niet te overhaasten. We willen een standpunt innemen dat geïnformeerd is. Op basis van wat we vanuit Caracas horen. We hebben een ambassade in Caracas. En we hebben de eerste berichten ontvangen van hun. Ik moet wel de Venezolaanse bevolking complimenteren met een goede opkomst blijkbaar. Maar ook met een hele vreedzame participatie in de verkiezingen. Dat is heel belangrijk en dat moeten we vasthouden. Want er is instabiliteit geweest over de afgelopen jaren. En we willen niet dat zaken escaleren. Want dat creëert een regionale instabiliteit en regionale onveiligheid. Dat is waar we zijn op dit moment met betrekking tot Venezuela. En daarop, wat voor impact denkt u dat deze situatie kan hebben voor Suriname? Want we kennen ook die Venezolaanse immigranten die naar hier komen en politieke asiel komen aanvragen, los van de Cubanen. Ja, dat zal afhangen van de ontwikkelingen in de komende paar dagen. Ik weet dat er op dit moment, dat is de berichtgeving, er veel demonstraties zijn. Uiteraard, er is ook een aspect van mensenrechten dat die gerespecteerd moeten worden. Personen moeten zich vreedzaam kunnen uiten en demonstreren. Dus we zullen afwachten wat de ontwikkelingen zijn in de komende 2-3 dagen. Dit kan mogelijk een consequentie zijn dat mensen vanwege die instabiliteit besluiten het land te verlaten. We hebben al gezien dat miljoenen Venezolanen in andere delen van dit halfrond zijn. In Colombia, in Trinidad en Tobago, in Aruba enzovoorts, Panama. Wij hebben ook een paar gehad. Maar deze complexiteit hopen wij dat het niet gaat verergeren of escaleren. Maar dat de groepen hun verantwoordelijkheden serieus nemen. En dus in goed overleg met elkaar naar een oplossing kunnen komen. Indien er een probleem is. Maar het beste zou zijn als we duidelijk begrijpen van de CNI, de Nationale Electorale Commissie, hoe de uitslag is geweest en op welke wijze zij tot die uitslag zijn gekomen. Oké, u had nog een vraag. Shmani Thomas van Suriname Herald. Minister, we lezen dat, of laat ik het zo stellen, is het waar dat het ministerie Bibes als facilitator functioneert in eventueel het
het samenstellen van Paranam Industriële Centrum, waarbij een aantal bedrijven bij elkaar worden gebracht samen met Suralco. En dat er in dat kader een MOU is getekend dat gisteren er een meeting was. Is dat waar? Mocht dat waar zijn, waarom zoveel geheimzinnigheid erom? Waarom weten we nog niets hierover? Oh nee, er is absoluut geen geheimzinnigheid hierover. Dit proces is al zeker een jaar gaande. Dit valt binnen het mandaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar dan met name international business, om bedrijven te interesseren om hier zich te komen vestigen. Er zijn 8 bedrijven die al maanden, en er is absoluut wazigheid hierover. En we zijn heel duidelijk daarover. Deze 8 bedrijven zijn bekend. Die hebben zich bij elkaar gebracht. We zijn begonnen met hele informele gesprekken. Ze hebben interesse om een deel van het Paranam-gebied te ontwikkelen tot een industriepark. Waarbij dan faciliteiten worden verleend aan industrieën die daar zich willen vestigen. Het is allemaal nog in een hele beginfase. Maar omdat het stukje land daar eigendom is van Suralco, moet er eerst overleg met Suralco worden gevoerd. We hebben dat gefaciliteerd, want dat is onze rol, om te faciliteren. Wij gaan bedrijvigheid en bedrijven die entrepreneurship willen demonstreren, ondernemerschap willen demonstreren, gaan we altijd steunen. Het zijn bedrijven die iets produceren. Het zijn geen importeurs, het zijn geen handelaren. Het zijn bedrijven die iets willen produceren om te exporteren, dan wel onze economie te ondersteunen. Dus dat is eigenlijk het enige wat gebeurt op dit moment. En de MOU is inderdaad mede ondertekend door ons als facilitator. En het enige wat de MOU zegt is van deze 8 bedrijven gaan nu een proces starten van zeg maar een feasibility opstellen, van de voorbereidingen treffen, nagaan of er andere partners bij kunnen komen. Het is gewoon eigenlijk een kleine formele bevestiging van wat er iets gaande was voor een lange tijd al. En dit zijn de ontwikkelingen die we juist moeten stimuleren. Het verbaast me dat er zoveel over wordt gesproken, maar niet wordt gekeken naar de essentie van de zaak. Het gaat, nogmaals, onze economie is redelijk goed hersteld. Maar om dat voor te zetten, om dit vast te houden, gaan we productiviteit moeten stimuleren. Dit is precies wat de regering probeert te doen om onze verdiencapaciteit te helpen vergroten door middel van industriële activiteiten. Dit zijn 8 bedrijven. De meeste zitten in de logistiek, anderen zitten in de houtverwerking en zij zien een mogelijkheid. Wij gaan er niet bij betrokken zijn als regering in termen van het ondernemen. De regering staat ver van ondernemen. Het enige wat wij doen is ervoor zorgen dat de randvoorwaarden aanwezig zijn. Maar het zal de regering niet veel kosten, omdat we eigenlijk doen wat van ons verwacht wordt, zonder dat we hoeven te investeren in bedrijfsactiviteiten enzovoort. Dat zal gedaan worden door de ondernemers zelf. En dat is een locatie op Paranam. Laat me ook erbij zeggen dat ondernemen is een kwestie van competitie. Dus het maakt mij niet uit als er bedrijven zijn die hier iets willen ondernemen. Het land is niet van 1 of 2, 3 bedrijven. Het land is van ieder die wil ondernemen. En dit zijn 8 bedrijven die zich hebben geprofileerd. Bestaande bedrijven die iets willen ondernemen gezamenlijk. Op zichzelf is dat ook nog bij een extra punt dat we gezamenlijk iets willen doen. Vaak zie je bedrijven alleen willen optrekken. Maar het is een concurrentie, dus we zullen zien wie er sterk uitkomt en dus kan blijven bestaan. Anderen zullen dan andere mogelijkheden bekijken. Kunt u misschien een paar van deze bedrijven noemen? Maar waarom is het 8? U zegt 8 bedrijven. Waarom 8 en niet meer? Omdat er 8 zijn die zijn begonnen. Het kon ook 7 zijn of 6 of 5 of 15. Ik weet het niet. Hier zitten bijvoorbeeld, uit het hoofd zeg ik dit hoor, VSH zit erin, Baitalis Groep zit erin, een paar houtbedrijven, verwerkingsbedrijven. Ik wil geen namen noemen waarvan ik niet weet of ze zeker erin zitten. Maar dit zijn de bedrijven, dit zijn ondernemers, dit zijn gewoon mensen die een mogelijkheid zien. En we moeten alles doen om
om ervoor te zorgen dat ze hun investering, hun middelen, hun financiële middelen, hier willen spenderen. Anders gaan ze elders. En dit is precies die mindset change die er moet zijn over hoe we ondernemerschap willen stimuleren. Dit is precies wat wij willen doen, is zoveel mogelijk van dit soort industrieparken, economische zones stimuleren, want dat levert geld op uiteindelijk. Onze productiecapaciteit moet toenemen, of het nou in de landbouwsector is, of het nou in de industriële verwerkingssector is. Het is allemaal positief voor Suriname, het levert geld op. En dat is echt geld. Dat is niet geleend geld. Dit is echt geld waarmee je dan weer verdiensten kunt krijgen voor de staat. Maar dus gisteren was er wel een afspraak met Er zijn vele afspraken al geweest. Ik heb zeker 1 of 2 keer met hun aan het begin gezeten. Ik ga binnenkort weer met ze zitten. Maar er zijn 6 of 7 planningsessies voorgesteld en de groep vergadert. En we zullen dat blijven faciliteren. Ja, dank u wel. Als u mij toestaat... Oh nee, u had vragen voor de heren. Dus minister Landbouw zal verder gaan en dan wens ik u een genoeglijke avond verder. Ik ben een beetje laat. Ja. Minister VV, misschien heb ik het gemist, maar hoe groot is het bedrag dat is vrijgemaakt voor de boeren en waar komt het vandaan? En voor de minister, Jespaal, u wil 2 helikopters binnenhalen. Hoeveel gaat dat ons kosten? Ik bedoel, dus last van die helikopters, de prijs van de helikopters en die hele operatie, want ik bedoel, er moet een landingsplaats komen, tanken, een piloot opgeleid worden, neem ik aan, of niet? Ja, om in te gaan op uw vraag. En, het bedrag is rond 60 miljoen, afgerond 60 miljoen SRD. Voor boeren die tot en met 150 hectare hebben ingezaaid. Bij de registratie hebben hun rekeningen allemaal opgenomen. Dus het gaat gewoon giraal worden overgemaakt. Nee, mijn collega van Financiën heeft dat beschikbaar gesteld. Ah, I don't know. Misschien kan ik dan ingaan op uw vraag. Het is in projectvorm. De besprekingen zijn gevoerd, de mogelijkheden zijn bekeken. En het zal niet meer dan 10 miljoen Amerikaanse dollars kosten om bijvoorbeeld 2 helikopters aan te schaffen. Airbus heeft in Brazilië bijvoorbeeld hebben ze een maatschappij, een doktermaatschappij. Ook in Mexico, in Amerika. En hun helikopters worden eigenlijk op verschillende continenten ingezet. Maar nogmaals, het zijn voornemens. En natuurlijk is er een prijskaartje. En ik moet naar de financiële middelen zoeken om dat te kunnen realiseren. Maar het zou een uitkomst zijn om daarover over helikopters te beschikken. Vooral de toegankelijkheid en het reactievermogen van de politie en andere veiligheidsdiensten om in te spelen op situaties die zich voordoen. Denk maar aan de berovingen. Denk maar aan de droppings die plaatsvinden allemaal. Dus het is een mogelijkheid om gelijk een inhaalslag te plegen. Deze helikopters worden ook in Frans-Guyana ingezet. Dus we gaan de mogelijkheid bekijken hoe we dit zouden kunnen realiseren. Natuurlijk kan je niet van de een op de andere dag. Het heeft ook een zekere looptijd. Zeker, je moet bestellingen plaatsen. Men moet aan die toestellen werken. Het zal zeker 8 tot 14 maanden duren als we eenmaal een bestelling zouden kunnen plaatsen.
om dat alles te realiseren. Okay. Die 10 miljoen is voor de helikopters en alles eromheen. Dus training van piloten, aanlandingsplaatsen en zo. Dus infra. Of alleen die heli's? Kijk, ik focus op de hele organisatie. Omdat je het is uitdagend. Want je moet ook piloten hebben. Wat doe je misschien? Kan je voor de time being, als het project snel zouden willen opstarten, zullen we zeker piloten moeten inhuren. Nogmaals, het is een plan, het zijn voornemens, maar het is niet dat het niet haalbaar is. Ik heb bijvoorbeeld Botswana bezocht, zij hebben 15 helikopters op een bevolking van 2,5 miljoen. Het moet ook mogelijk zijn. Als je gelijk een inhaalslag wil maken voor wat betreft de veiligheid, dan zouden we zoiets wel moeten doen, ja. Minister, ik heb ook een vraag. Aranza van ATV. Om even een recent voorbeeld aan te halen van dus een militair die zijn partner heeft geschoten met als gevolg de dood. Wordt er gekeken naar het psychologisch aspect specifiek bij wapendragers en hun gemoedstoestand? En hoe denkt het ministerie hierop in te spelen? Bij justitie, dan de korpsen, is er natuurlijk een maatschappelijke dienst. Vanuit het ministerie heb ik zelf ook een persoon aangetrokken die eigenlijk elk korps, als er behoefte is, om van zijn diensten gebruik te maken. De afgelopen tijden heb ik ook door deze persoon trainingen laten verzorgen om eigenlijk meer begrip, meer aan te geven dat de mogelijkheden er zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat er ook psychologen worden aangetrokken, zeker bij de brandweer, ook bij de politie. We weten dat die behoefte er is. De druk op het personeel is soms hoog. Er zijn ambtenaren die misschien betrokken zijn in huiselijk geweld, alcohol nuttigen. Dus anderen die misschien drugs gebruiken. Sowieso moet er een strak en effectief beleid worden gevoerd. Niet vijandig, maar eigenlijk de hulp moet er sowieso zijn. Ik heb bijvoorbeeld als ex-politieman, ik kan wel zeggen dat je soms erge situaties meemaakt. En je moet dus, als er geen begeleiding is, moet je met al deze zaken dealen, verwerken op jezelf. Ik denk dat we, de samenleving is, de tijd is te modern om dus niet afdoende maatregelen te treffen, tenminste die begeleiding. En de komende tijd zal ik meer energie hierin stoppen, dat we toch wel een professionele begeleiding kunnen hebben voor personen die behoefte daaraan hebben. Om even door op te gaan, u zegt de komende tijd. In de tussentijd hoop ik niet dat we nog meer mensen verliezen. Als gevolg van bijvoorbeeld iemand die overstress is of overwerkt. Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen. Het is niet de eerste keer dat we horen dat het ministerie ook wel psychologische hulp, of zeg maar, het kan bieden. Is er ooit gekeken naar in de realiteit hoe dat werkt? En als het daadwerkelijk goed aankomt, de wijze waarop het nu gegeven wordt, of als er misschien een ander plan van aanpak zeg maar ontworpen moet worden? Dus dat zeg ik. Naar mijn weten heeft de politie altijd een personeelszorgafdeling gehad. Die inspeelt op sociaal-maatschappelijke uitdagingen van het personeel. Maar net wat u zegt, we zien de zaken. En we gaan natuurlijk meer energie hierin stoppen.
ook begeleiding voor wat betreft huiselijk geweld, alcoholmisbruik, toch andere psychologische uitdagingen die het personeel mag hebben. De komende tijd zullen we sowieso meer aandacht hier aan besteden. En één punt, en laat me het ook hier zeggen, los van het personeel, maar bij de diensten van het ministerie, dan denk ik aan onder directoraat Forensische Zorg, zien we ook dat bijvoorbeeld heel veel maatschappelijke werkers, werksters, wegtrekken van het ministerie vanwege de salariering. En als je deze mensen niet hebt, kan je eigenlijk geen effectief resocialisatie- en reclasseringsbeleid uitvoeren. Eenmaal ik bezig ben, ook bijvoorbeeld bij wetgevingsjuristen, het is een uitdaging, als je de mensen niet goed betaalt, is er een markt daar die eigenlijk druk op ze uitoefent. Dus van hieruit natuurlijk zal ik sowieso met initiatieven komen om deze groepen beter te betalen. Als ik nog even verder mag gaan, u geeft aan over de komende tijd. We hebben bijvoorbeeld ook gemerkt dat de mentale gezondheid van mannen, in dit geval wil ik het specifiek nog over de wapendragers hebben, toch niet altijd zo nauw genomen wordt. Ja, u Frans, maar dat is wel de realiteit. Wat doet het ministerie daaraan of wat wil het ministerie eraan gaan doen? Los van de komende tijd, maar als u zo nu zou denken daaraan. U heeft het ook gehad over de maatschappelijk werkers. Is er al een strategie in place? Want de mensen blijven wegtrekken, maar de problemen worden groter. Ja, we hebben ten aanzien van maatregelen. Sowieso hebben we eigenlijk al een tijdje afspraken gemaakt met AHC. Helpt u mij daarmee? Juist. Om eigenlijk al vroeg een contract aan te bieden aan studenten, zodat ze zekerheid hebben van een job bij het ministerie. Maar wat er ook gebeurt, is dat mensen wegtrekken naar ministeries waar de werkdruk lichter is en een betere salariering. Mensen trekken ook naar onderwijs, mensen trekken naar binnenlandse zaken, waar de werkdruk lager is. En op die manier. Maar nogmaals, het heeft sowieso mijn aandacht om de komende tijd meer aandacht hieraan te schenken. We hebben volgens mij vrijdag een soort bekendmaking gezien, waarbij er een limiet van 1000 liter per dag is vastgesteld voor het ministerie van Justitie en Politie en afdelingen. Daar hebben we over KPS, brandweer, PID, PIH, BBS, CPI. En hoe gaat het ministerie hiermee om? 1000 liter is niet veel. En dat is dat ze alleen op rekening de 1000 liter diesel en unleaded samen mogen tanken. Wanneer het limiet is verlopen, betekent dit dat brandweerwagens binnen blijven? En ze kunnen niet uitrijden. We hebben al dagelijks gevallen van burgers die klagen dat politiewagens niet kunnen uitrijden omdat er geen benzine is. Met zo'n limiet, wat doet het ministerie van Justitie en Politie? En waarom zo'n maatregel? Kijk, het verbruik van benzine is daar natuurlijk. De rekeningen worden door het ministerie van Financiën betaald. Vanuit het ministerie worden er maatregelen getroffen bij het Corps Politie Suriname bijvoorbeeld. Moet er een project starten om voor wat betreft benzine, brandstofverbruik, om dat beter te gaan monitoren. Ook wat betreft
het opschonen van de bestanden. Dus de voertuigen die getankt worden bij de verschillende korpsen. Ook dit moet helpen om efficiëntere gebruik van brandstof mogelijk te maken. Ik heb ook de opdracht gegeven aan de korpschef om toch wel een inventaris te maken. Misschien zijn er voertuigen die getankt worden zonder toestemming van de korpsleiding. Dus al deze zaken moeten eigenlijk uit het systeem worden verwijderd, zodat we weten dat het benzineverbruik richtig plaatsvindt. Laat mij ook aangeven dat we natuurlijk als ministerie, daar waar er rechtmatig gebruik wordt gemaakt van brandstof, dat moet natuurlijk blijven. Ik heb gisteren nog met mijn collega van Financiën hierover gesproken, omdat criminaliteitsbestrijding, het kost wat. En daarvoor moeten we het over hebben. En daarom ook zeg ik van het management van brandstofverbruik moet beter. En we willen natuurlijk geen verspilling. Maar daar waar inzet van middelen terecht is, moet dat natuurlijk ook blijven. Dus dit is wel met Financiën gecommuniceerd. Er is ook een brief hierover geschreven naar de president. We moeten ook kijken, als we denken bijvoorbeeld aan het zuidoosten van Suriname, helemaal daar in het zuiden, en we moeten brandstof aanvoeren vanuit de stad, vanuit Paramaribo. Dus we moeten nagaan, als het niet mogelijk is, om bijvoorbeeld op Maripasula brandstof aan te schaffen. Dat is goedkoper. Dus ook naar deze modellen kijken we. Monitoring. Hoe moet die monitoring precies gaan plaatsvinden? Want ik ga ervan uit dat jullie nog geen GPS-systemen hebben in de voertuigen. En binnen hoeveel tijd moet er een update komen naar u toe qua inventarisatie van voertuigen en gebruik van voertuigen en tijden? Want we weten, ze moeten ook surveilleren. Dus wordt het geen moeilijke job om dat te gaan doen? Het zal niet al te moeilijk worden. De commissie bij KPS heeft dus niet zo lang terug een presentatie gehouden voor de regeringsvergadering. In deze commissie zitten ook mensen van de verschillende korpsen en het ministerie. En de missieve is al ontvangen. En dus nu is men bezig met de implementatie van het project. Computers moeten worden aangemaakt. Hoe heet deze dingen? Applicatie moeten worden aangemaakt. Dus ik verwacht dat we binnen een maand, twee maanden, dit systeem in place hebben. En dat zal maken dat je het verbruik van voertuigen, het tanken van voertuigen, dat efficiënter gaat. Het gebeurt in samenwerking met de leverancier van benzine. In dit geval is het Roy Boudou Enterprises. Dus zij werken mee, het korps doet het. De monitoring vindt gezamenlijk plaats. Want het verbruik, aan de hand van het verbruik, vindt ook betaling plaats door het financiën. En we hebben er allemaal baat bij dat er geen verspilling is. Dus die samenwerking is er wel. Hoeveel er maandelijks wordt betaald voor justitie, politie en afdelingen. En met 1000 liters, hoeveel minder het gaat worden. En ik wilde ook dat u antwoord geeft op de kwestie van e-bikes. Die dingen, ze hebben geen geluid. Ze rijden links-rechts zonder valhelm. U zegt, er gaat beleid komen, maar intussen, voordat je weet, gaan een paar dood.
Want er is geen beleid. Ze reden gewoon op loperspad, op trottoir. Ze zijn inderdaad efficiënt voor de gebruiker. Maar het lijkt als er helemaal geen beleid is. Of niemand weet hoe je echt op openbare weg met die dingen moet rijden. Ook met betrekking tot de onderhandelingen met de veiligheidsbonden. In welk proces zijn jullie? Is er een schot in de zaken? Praat jullie nog steeds? Graag wat updaten wat dat betreft. Vandaag is het vrij, hè? Er is geen facilitator die u aangeeft van... Oké, maar u hebt daarnet twee vragen gesteld. Ik ga dan ingaan op deze twee vragen. Ik zou niet zeggen dat er geen beleid is, toch? We hebben allemaal een individuele verantwoordelijkheid naar anderen toe, maar ook naar u als individu, een vader, een moeder, een ouder. Als je jouw kind op straat stuurt, van een kind van 11 jaar, en die helemaal geen kennis heeft van verkeersregels, waarmee bent u bezig? Als moeder, als vader, als ouder, verzorger, waarmee bent u bezig? Vanuit het ministerie is de conceptwet aangeboden. RVM heeft het al goedgekeurd. Het was bij staatsraad. Ik moet natrekken als zij al klaar zijn met hun screenen en beoordelen. En als dat zover is, wordt het behandeld in de Nationale Assemblee. Het is geen lange wet, het is geen uitgebreide wet. Het zijn wat aanpassingen van het rijbesluit en de rijwet. En zodra deze instanties zover zijn, dan wordt het behandeld. Er zijn ook weer meldingen van nog een model e-bike. Dat zijn de FET. Juist. Dus... Ik heb bijvoorbeeld gelezen dat ze verbannen worden in Nederland en andere landen. Dus we zijn er nog niet uitgekomen met e-bikes. En we krijgen een ander model om dus de druk, eigenlijk maar om voorzichtigheid in het verkeer op te voeren. Ik zal hierover een gesprek moeten hebben met mijn collega van ISOTI, wat we allemaal invoeren om te voorkomen dat er eigenlijk een heel onoverzichtelijke situatie plaatsvindt in het verkeer. En ten aanzien van de veiligheidsbonden, die besprekingen worden meer door het onderhandelingsorgaan van de overheid onder leiding van meneer Hassan Khan gevoerd. Er zijn specifieke issues die besproken worden op het ministerie. Ik heb geen verschilpunten met de veiligheidsbonden, KPA, BBS, KPS en de brandweer. Als er issues zijn die binnen mijn invloedssfeer liggen om af te doen, pak ik ze aan. Voor wat betreft bijvoorbeeld beschikkingen, resoluties. Laatst nog is er een presentatie geweest van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn geen significante we lopen niet achter met beschikkingen en resoluties. Dus deze issues worden aangepakt als er brieven komen en het betreft misschien een inbreng van OO. Die worden dan ook aangeschreven en het ministerie monitor. Ik participeer zelf ook in de cluster van ministers van vakbonden. Dus ik ben open voor communicatie en als ik een bon moet ontvangen, doe ik dat ook heel graag. Ik zou me niet willen wagen aan cijfers. Ik kan verkeerde dingen zeggen en dat gaat u mij later aansmeren. Dank u wel. Esther,
om even bij de e-bikes te blijven en die conceptwet. Wat is er in opgenomen? Kunt u ons even uitleggen wat het ministerie wil? Moeten die rijders vanaf een bepaalde leeftijd zijn? Moet je een rijbewijs hebben? Waarop gaat er gelet worden als die wet er is? Sowieso, om in te gaan op die vraag. Sowieso dat er valhelmen, dragen van valhelmen sprake moet zijn. De leeftijd, die moet zeker naar 16 jaar. Tenminste om enig begrip te hebben van waar men bezig is. Wat zijn de gevaren voor het deelnemen aan het verkeer? Dus die dingen moeten sowieso bekend zijn bij de persoon die deelneemt aan het verkeer. Dat zijn zo eigenlijk de kwalificeren van de fietsen, de e-bikes, aan de verantwoordelijkheden die een bromfietser heeft. Daarover zal het gaan bij de aanpassing van de wet. Voor zover ik weet niet. Maar houdt u mij dat even ten goede. Minister Seudin, vraag u. Bij de registratie was er dus... Er was al een eerdere registratie geweest voor de boeren, maar bleek dus dat er... Ik zal niet zeggen onvolledige, maar niet correcte informatie was doorgegeven. Ik las iets van arealen die eigenlijk niet daar horen te zijn of geplaatst worden. Is dat intussen al opgeschoond? En... is er een gesprek geweest met de boeren nadat het besluit is geweest en zijn ze al op de hoogte gesteld van dit is wat jullie kunnen krijgen, de boeren die ze hebben geregistreerd? Er is een eerste registratie geweest. Die cijfers zijn verwerkt. En toen hebben we in een vergadering bij de president een paar dingen opmerking gemaakt van zij hebben beschikken over informatie dat, je weet in een keer is ook gangbaar dat mensen hun percelen verhuren. Dat de huurder een aanvraag heeft en de verhuurder ook. Maar we hebben een systeem en, waarbij dan als je als één perceelnummer dubbel voorkomt, dan gooit het uit het systeem. Dus we hebben toen gezegd van nee, dat kan niet. Maar men bleef erop aandringen van laat er een ter inzagelegging komen. Laat mensen ook zien wie allemaal zich hebben geregistreerd. Je mag ook kijken van of jouw buurman zich heeft opgegeven of niet opgegeven. Weet je, dus een beetje sociale controle erop. En dat proces is vorige week woensdag afgesloten. Dus het enige wat we zagen in verschil is dat er wat bankrekeningen zijn gewijzigd. Meer zagen we niet. En uw tweede vraag betrof een... communicatie met de boeren. Zoals ik eerder aangaf, afgelopen zaterdag heb ik in Ikeri een grote groep boeren ontvangen. We konden ze niet eens huisvesten, ze hebben het goed buiten, dat is mooi weer. En ik heb al die vragen. Tenminste, in het begin waren ze verheerd. Wanneer gaan we het krijgen? Hoeveel gaan we krijgen? Allerlei toestanden. Maar we hebben één voor één zijn we op al die vraagstukken ingegaan. En wat eruit kwam, anderen waren verhit omdat ze de bank achter zich hadden. Om versneld aflossing te gaan, aanmaningen weer. Die hebben gezegd van, oké, okay, registreer je. En zoals ik eerder zei, maar slechts 5 gevallen deden zich daarvoor. Dus en ten tweede, andere boeren die een tekort hadden in hun gewasverzorging. Die hebben ook die toezegging gedaan van, we schieten hier te hulp. En voor de rest ging het over zaken van ontwatering, noem maar op. Maar het waren geen zwaarwichtige zaken. Maar deze twee groepen hebben zich daar aangemeld. Dus op dat moment wist ik niet. We hadden wel bij de registratie alle bankrekeningnummers geregistreerd van ieder. Omdat cash wij niet willen handelen. Dan kan een financieel adres via de bank laten overmaken voor hun. En pas vandaag in de regeringsraadsvergadering is besloten wat het bedrag zal zijn. Dus zo is het gegaan tot nu toe. Ja. Ik
reactie, een aanvullende vraag voor u. We gaan even terug naar die helis. We weten dat Defensie ook twee helis heeft. En zo nu en dan wordt er een beroep gedaan vanuit KPS om assistentie voor Defensie op bepaalde zaken. We weten ook dat door gebrek aan middelen soms Defensie de nodige zorg en onderhoud niet altijd kan plegen. Is er gekeken naar de mogelijkheid om misschien daar wat meer nauwer samen te werken in plaats van aanschaffen van die helis? Natuurlijk hebben we dat nodig, maar zoals u aangaf voor de veiligheid. Maar aangezien we zoveel moeite hebben al om die twee helis die we hebben goed te onderhouden, is dat besproken of bekeken? Dus ik ben geen technische man. Maar na die rondleiding bij Airbus ben ik een heleboel beter gaan begrijpen over helikopters. De inzet daarvan, onderhoud. Voor mijn part een project erbij met andere helis, misschien van een ander merk, sowieso van een ander merk. Is voor justitie het overwegen waard. Ook voor bijvoorbeeld benzine brandstofverbruik, efficiëntie. Dus al die zaken spelen. Kijk, Defensie, sowieso de samenwerking is er. De samenwerking is heel hecht. Maar toch als je misschien eigen helikopters hebt, dat je misschien op dat moment beter op je eigen middelen kan rekenen dan misschien procedures, protocollen, afspraken moet maken van de inzetbaarheid daarvan. Dus op zich voor justitie om met zo'n project te komen. Het is niet te veel, toch? Integendeel kunnen we samenwerken. Mocht het zijn dat het zover komt dat ook justitie helikopters heeft. Sowieso kunnen we samenwerken en afspraken maken hierover. Collega Sjoerdien, ik heb gemerkt dat er niet echt veel meer vragen zijn. Ik heb vanavond hebt u zeker wel de ruimte gehad om vrij dat we in communicatie, dat we vrij konden ingaan op de vragen die door u zijn gesteld. Ik ben ook nog voornemens om wat criminaliteit betreft om wat cijfers met u te delen. Het zijn de halfjaarlijkse criminaliteitscijfers in vergelijking tot 2023, het halfjaar. Dus dat zal ik ook zo direct met u delen. Voor de rest wil ik... de kijkers en luisteraars en u ook u allen hier dankzeggen voor het consumeren van de informatie. Maar meer nog wil ik de gemeenschap oproepen om een bijdrage te blijven leveren aan het veilig houden van Suriname. Als u iets hoort, als u iets ziet, schroom niet, twijfel niet om de politie te benaderen, om de politie op de hoogte te stellen van wat u hebt gezien en wat u hebt gehoord. Dank u wel.